Cor Dijkman is momenteel de enige in Nederland die een vliegtuig zelf ontworpen en gebouwd heeft. Ik kom natuurlijk uit de generatie van de laatste jaren van de oorlog heb ik meegemaakt. En als je dan de vliegtuigen uit Engeland ziet gaan, waarvan ik gezien heb dat ze op de vleugel liggen om toch nog proberen een motor aan de gang te krijgen, dan maakt dat een enorme indruk. Ik had een vliegtuigje gebouwd waarvan ik dacht, nou dat is het. Daar is iemand een keer bij geweest van de Rijksluchtverdienst. En schudden met het hoofd, dat kon allemaal niet. En de vraag waarom kan het er niet? Ja, in Nederland kon dat niet. En ik heb het vliegtuigje gebouwd. Een vriend van mij heeft hem weg laten vliegen van het strand van de Muiden naar Rotterdam. En ja, toen was de hilariteit was natuurlijk erg groot, want eigenlijk had dat niet mogen kunnen. Maar het kon dus wel. Waarmee ik dus meteen bewezen had op dat moment van, het is dus wel mogelijk in Nederland. Alhoewel, zijn eerste toestel wordt door de Rijksluchtvaartdienst in beslag genomen. Voor zijn twee volgende toestellen krijgt hij na verloop van tijd wel een luchtvaardigheidsbewijs van de RLD, waardoor hij nu met zijn eigen toestel mag vliegen. Het is zo moeilijk onder woorden te brengen, maar op het moment dat je gas geeft, het ding rolt over de baan en gewoon loskomt, je ziet de aarde van bovenaf in een iets andere dimensie als wat we normaal gewend zijn. Dus er komt in feite gewoon een dimensie bij, de hoogte. En dan is de aarde gewoon heel mooi om dat te zien. Maar dat moet je gewoon zelf een keer meegemaakt hebben. Dat is net zoiets als dat je zegt van, ja, zwemmen is erg mooi, steek je hand maar onder de kraan. Dat werkt ook niet.